Zo, goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag weer een weekvlog voor jullie en vorige week had ik de eerste. En ja, ik ga het proberen wekelijks voor jullie te doen, maar ik kan niet beloven dat ik echt elke week een weekvlog voor jullie heb. Ik ga het in ieder geval proberen. Vorige week was ik natuurlijk best wel ziek. En vandaag is het de eerste dag dat het eindelijk weer een klein beetje beter gaat, gelukkig. Want ik heb vandaag een casting. Ik ga daar straks naartoe en ik neem jullie mee, maar ik kan niet alles filmen. Ik kan ook niet precies zeggen waar het over gaat en waar het voor is. Dolly gaat in ieder geval gezellig mee. Dus we gaan eerst op de fiets naar mijn moeder. Zet ik mijn fiets daar neer en daarna gaan we naar het station lopen. En ik voel me nog niet helemaal fit. Ik knalde straks weer eventjes een paracetamol in. En dan hoop ik dat het vandaag een succes gaat worden. Nou jongens, casting is voorbij en ik weet niet zo goed hoe ik het heb gedaan, maar ik heb er een beetje een gemengd gevoel over. Aan de andere kant ging het wel en aan de andere kant denk ik van, het ging ook weer niet. Dus ik heb er niet echt een heel goed gevoel over, maar we zien zelf wat de uitkomst is. Het is ook niet belangrijk, het is gewoon weer een nieuwe ervaring voor mij, dus dat zal überhaupt winst. Ik ben dus nu weer op weg naar het pontje met kleine Dolly. Dan ga ik maar eens mijn video editen voor morgen, want morgen is het alweer dinsdag en is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe video. Eerst maar eventjes op naar huis. Zo jongens, goedemorgen. We zijn inmiddels alweer 2 dagen verder, want ik heb eigenlijk op mijn werk niet gefilmd. Ik werk op dinsdag en woensdag en ik mag daar niet filmen, het is ook niet boeiend. Sta ik op, dan film ik dat ik ga werken en dan kom ik thuis en dan film ik dat ik ga chillen. Het is niks aan. Dus ik denk, ik sla die 2 dagen gewoon over. Ik ga straks onderweg naar Amsterdam, naar RTL. Dat is het netwerk waar ik bij zit met mijn YouTube-kanaal. Ik ga eerst Dolly even laten plassen. En dan heb ik een best wel belangrijk gesprek. Ook dat mag ik niet filmen, maar ik ga jullie wel meenemen naar Amsterdam. En ik hoop dat ik de trein ga halen, want ik ben best wel een beetje laat. Nou jongens, ik ben nu in Amsterdam en ik heb een super interessant, inspirerend, leuk gesprek gehad. Waar ik, zoals ik al eerder zei, niks over mag zeggen. Maar er komen in ieder geval super leuke dingen aan in de toekomst. Ik ben heel erg blij en vol met energie. Ik heb zin in deze dag. Ik heb mijn fanmail opgehaald. Het zit in mijn tas. En die ga ik straks thuis even openmaken. Ga ik even jullie laten zien. Dat lijkt me wel even leuk. En dan is morgen ook een super spannende dag. Want ik krijg een metamorfose. Mijn haar wordt een hele andere kleur. En op het moment dat deze vlog online staat, heb ik die haarkleur dus al. Dus jullie weten al hoe ik eruit ga zien. Dit haar is al oud nieuws voor jullie. Dus ik ben nu nog een beetje nerveus over wat het gaat worden. Hoe het gaat worden. En of het mooi wordt. Ja, lekker op weg naar huis. Lekker met Dolly knuffelen even filmen. En dan is deze dag al een hele geslaagde dag. Zo, ik ben weer lekker thuis. En ik ben aan het wachten op iemand van Marktplaats. Die komt wat brengen. En als dat is gebeurd, ga ik lekker filmen. Ik heb alles al klaargezet. Daar ligt trouwens mijn fanmail. Ik ga straks een aantal van die fanmail voor jullie openmaken. Want ik ga nog even wachten met een nieuwe fanmail video. Het is nu iets te kort geleden om nu alweer een fanmail video te maken. Dus ik ga er gewoon een paar doen terwijl ik vlog straks. Eerst lekker een leuk of meuk opnemen. En dit is wat ik ga testen. En dat is haarkrijt. Chalk it out. En het ligt wel echt serieus, denk ik. 4 maanden in een van die dozen daar. Daar zitten eigenlijk al mijn leuk of meuk dingetjes in. Of alle dingen die ik nog moet gaan unboxen of testen. Etcetera, etcetera. Dus hairchalk it is. Oké, ik heb gefilmd en het heeft weer een aardige bende gemaakt. Check dit. En mijn broek zit onder de haarkrijt. En niet te vergeten mijn gezicht. Maar ik ga even eten. Want ik heb echt heel erg veel trek. Dorst, een beetje hoofdpijn. Dus ik ga eventjes in de chill modus en dan ga ik editen. En dan zie je hem vanzelf wel. Gewoon even lekker uitrusten nu. Zo, het is inmiddels al bijna weer bedtijd en morgen is het tijd voor Salon B. En ik heb er zoveel zin in en ik vind het ook spannend. Maar ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga mijn wekker zetten. Ik moet er morgen om 11 uur zijn, dus wel lekker vroeg. Ik heb hier wat fanmail en ik had jullie beloofd om een paar open te maken. Oh, wat ontzettend schattig. Oh, kijk hoe super lief getekend. Dankjewel, Thea. Oh, kijk. Er zit nog wat heel schattigs in. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer?
kijk, een superleuk Loom armbandje. Dionne is lief. Silke, super bedankt voor je lieve cadeautjes. Oh. Ja, oh kijk, dit is een banaan volgens mij. Oh, dit is zo poepig. Deze komt van Elise. Elise, muah, je bent een lieverd. Oh, dit is een hele mooie tekening. Wow, deze is echt zo leuk getekend. En deze komt van Diba. Oh, ik hou van die kwal. Kijk, die kwal is zo cute. Oh jongens, het is zoveel. Ik kan het nooit in de video laten zien. Ik waardeer het echt enorm dat jullie al deze fanmail sturen. Want ja, je moet eens kijken hoeveel het nog is. Ik voel me echt een beetje schuldig dat ik niet alles kan laten zien in zo'n video. Maar ja, weet dat ik elke brief, elk zinnetje, elke tekening, alles wat jullie sturen, dat ik dat heel erg waardeer. En dat ik alles bekijk en alles openmaak en alles lees. Ook al kom je dan niet in een video terecht. Ik waardeer het enorm en ik vind het zo aandoenlijk en lief van jullie. En ja, ik vind het gewoon zo schattig. Ja jongens, dit ziet er heel anders uit. Mijn look helemaal veranderd. Ik ben gisteren naar Salon B geweest en dit is het resultaat. Deze week wordt een beetje een rare vlog. Want ik doe allemaal dingen die eigenlijk niet in mijn vlog kunnen komen. Ik bedoel, gisteren moest ik vloggen voor een aparte dinsdagvideo. Dus wil je zien hoe ik dit haar heb gekregen, waar ik heen ben geweest en wat eraan vooraf is gegaan, moet je eventjes hier op het beeldje klikken. Of ga even naar link in de beschrijving. Ik ben heel, heel erg blij met het resultaat. Ik wilde het al zo lang. En het grappige van die kleur is ook dat het echt per lichtval verschilt hoe het eruit ziet. Soms is het echt paars, soms is het echt heel licht grijs. Soms is het heel donker. Vooral als het echt donker is, dan lijkt het ook donker. Ik ga straks even naar mijn beste vriendinnetje, want die heeft een video opgenomen. Leek haar leuk om eens een keertje wat te proberen. En ik ga haar Sony Vegas een beetje uitleggen. Ook wel gezellig. En dan verder ga ik vanavond even lekker editen. En dan een beetje genieten van mijn vrijdag. Nou, ik ben gezellig bij mijn beste vriendinnetje Ruby. En hi. Ja, het grappige is, zij heeft een video opgenomen. Een unboxing video. En die moeten jullie allemaal eventjes gaan checken. Dit is haar kanaal. Zo spel je het ook. Dus youtube.com/Ruby met 3 E's en op het eind een W. Allemaal leuke Japanse dingetjes gaat ze unboxen. Ja. En ze heeft nu net haar eerste video online gezet. Mijlpaal. Maar er komt nog veel meer natuurlijk. Ik moet eigenlijk even een champagne gaan drinken nu. Nou, dat was even gezellig bij Ruby. En ik ben nu weer thuis en het is etenstijd. Dus ik ga eens kijken wat er te eten is. Ik weet dat er nog een restje kaasfondue in de koelkast ligt. En de vorige keer heb ik die dus ook in mijn eentje opgewarmd. Echt een beetje op een creatieve manier neergezet op mijn salontafeltje. Maar even kijken of die nog goed is. Dit is het restant van de vorige keer. Nou, het ruikt nog gewoon prima. Dus het ziet er een beetje vies uit. Maar dat ga ik zo even opwarmen. Eerst ga ik even naar de supermarkt om dingetjes in te dippen. Dus stokbrood, cherry tomaatjes zijn bijvoorbeeld heel erg lekker. En ja, dan ga ik maar eens even lekker eten. Ik heb wel honger. Zo, tassie vol met boodschappen. Onderweg naar huis. Lekker eten, op de bank ploffen en dan editen. En dan wachten op Kai. Maar die komt pas rond een uur of twee 's nachts. Dit is mijn tas met eten. Ik heb lekker bugels. Boeren met worst. Ik hou er echt gewoon van om worst te eten. Gewoon los. Vind ik super lekker. En bij de bugels doe ik altijd deze spread erbij. Dat is echt super lekker. Echt een aanrader. En cassave. Gewoon lekker als chippy. Herfstvla lijkt me ook heel erg lekker met stoofpeertjes. 2 pistoletjes voor bij de kaasfondue. En tomaatjes voor bij de kaasfondue. Lekker hè, Dolly. En jij krijgt helemaal niks. Zo, het ziet er echt super ranzig uit, maar dit is de kaasfondue. Gewoon even in een pannetje lekker opwarmen. En dan ga ik dat straks lekker opsmikkelen. Ik hou er echt zo erg van. Ja, hij is aan. Vuurtje aan. Iets lager zetten. En af en toe eventjes roeren. Even de afzuiger aanzetten, anders gaat het hier echt ruiken naar kaas. Zo, ik heb alles klaargelegd op een bordje. Er zit niet heel veel kaasfondue in de pan. Kijk, het is al een beetje aan het smelten.
Maar het is niet heel veel, dus ik heb dit en ik heb nog een extra pistoletje voor als het te weinig is. Maar ik denk dat dit wel even genoeg is, want die kaas is echt super machtig. Ja, dit is dan een beetje mijn creatieve oplossing voor het warm houden van een kaasfondue. Dit is gewoon mijn magnetronrekje met een kaarsje eronder en dan blijft het prima warm. En dan ga ik gewoon met een vorkje, pak ik dit, dan dip ik dat straks in de kaasfondue en dan ga ik dat lekker opeten. Het is misschien wel een beetje eenzaam zo in je eentje kaasfondue, maar ja, het is gewoon super makkelijk om te maken. Ik vind het ook niet heel chill om echt voor alleen mezelf te koken. Dat vind ik toch gewoon te veel werk voor één persoon of zo. Nou, ziet dit er niet gezellig uit, jongens? Ik ga hier echt lekker van smikkelen. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Lekker! Oké, ik heb iets super cools, want er werd net aangebeld. En ik denk, hè, ik verwacht niemand. Maar het is natuurlijk Halloween. Het is nu 31 oktober. En er staan nu dus drie meisjes voor de deur. Die zijn helemaal omgekleed. En met de bloedige choker die ik heb gemaakt. Dus hier staan ze. Kijk! Trick or treat! Oh, jullie hebben zo je best gedaan. En kijk, ze hebben de choker dus gemaakt. Super cool. Reageren mensen daar nou op? Sommigen dachten dat het Sint-Maart. Sommigen zijn het niet en die geven zo'n zak. Wow. En sommigen weten het wel. Ja, maar dan heb je wel bingo. Maar hey, veel succes meiden. Dank met rondgaan. Hi! Wat zie je er mooi uit! Oh, dank je. Willen jullie met mij naar de supermarkt snoep halen? Ja! Ik ben snoep vergeten te halen. Oh, is goed. Ik loop hier echt met mijn UX en mijn lelijkste outfit ever. Maar nou en. Zo, we lopen nu in de Jumbo met z'n allen. Ja. En we gaan eens even kijken wat we gaan uitkiezen. Jullie mogen kiezen wat jullie lekker vinden, want ja, het is een beetje. Ik weet niet wat jullie lekker vinden. Dus niet vechten, maar kies maar gewoon uit. Waar is nee, de snoep? Daar volgens mij. Hier. Ja, hier. Kies er wat uit. Niet verlegen doen. Ja, dat ja, is maar ik... het moeilijkste wat er is. Oké, dan nemen we biggetjes. Oké. Iemand voor nog meer. Iets zuurs. Houdt iemand van zuur? Ja. Ja. Willen jullie dan zure matten? Ja, is goed. Ja. Dan doen we ook zure matten. Zien jullie nog iets waarvan je denkt, oh, dat vind ik lekker? Lollies met kauwgom. Deze. Willen jullie die? Ja. Oké, sorry. Ik heb echt heel nee, ik vind het een goeie. Lollies. Ja, die zijn wel lekker. Ja, ja. En daar kun je lang mee doen. Ja. Nog iets? Ik denk dat jullie ouders heel blij met mij zijn trouwens. Ja. Ja. Vanavond kunnen ze allemaal niet slapen. Willen jullie pepernoten? Oh, dan gaan we voor de pepernoten. Dus, is dit wat voor jullie? Ja. Is het genoeg? Zeker. Ja? Zeker. Ja. Ja. Zeker. Mooi, dan gaan we afrekenen. Ze zijn voorzien. Ze hebben allemaal lollies, pepernoten, biggetjes en zure matten. Ja, alsjeblieft. Ja, geniet ervan. Ik heb nog een paar lollies over voor de mensen die nog langskomen, want anders is het ook wel een beetje lullig. Misschien ga ik nog even wat bijhalen voor de zekerheid. Maar geniet ervan en veel plezier vanavond. Doei! Ik vind het best wel leuk dat er gewoon nog serieus iets aan Halloween wordt gedaan. En ik heb voor de zekerheid nog wat extra bijgehaald. Dummies voor het geval dat er toch misschien iemand aan de deur komt. Want het is gewoon best wel lullig als je met lege handen komt. Ik vind het gewoon stom als ik een Halloween video maak en ik ga gewoon niks uitdelen. Maar het is me gewoon een beetje ontgaan of zo. Jeetje! Oh my god! Ik heb ook... Nou, het is echt heel laat al. Het is 2:30 en Kai is er nog steeds niet. Duurt gewoon eventjes. Maakt ook verder niet uit. Maar ik ga denk ik wel vast slapen. En dan belt hij me wel als hij voor de deur staat. Lampjes uitdoen, verwarming uit, tv uit. Tandjes poetsen en dan lekker het bedje in. Oh ja, en morgen komt Quinty langs van Quinsting. Dus dan gaan we met z'n drie gezellig een video opnemen. En ja, dan gaan we dus drie video's opnemen. Eén voor Kai's kanaal, één voor mijn kanaal en één voor Quinder kanaal. Dus dat wordt natuurlijk ook hartstikke gezellig. Nou! Liefie, ben je lekker aan het zingen? Je bent knap. Je bent hartstikke knap. Kai moet even wakker worden, want Quinn komt straks en hij is echt niet voor uit te branden. Ik heb gisteren tot fucking
4 uur 's nachts gewerkt. Dus laat me rust. Hoi, kijk eens wie er is. Hallo. Hey. Oké, weer. Dolly is een beetje bang voor geluid en beweging aan mensen en zo. We gaan de Bean Basil Challenge doen. En hier is hij dan. En ik heb er wel zin in. En jij? Ja hoor, ik heb er wel zin in. Ja, ze zijn lekker hoor. Ik ben hoor. Een beetje een soort van bang, maar volgens mij stellen de meeste mensen zich gewoon een beetje aan. Ja, sowieso. En wat vond je ervan? Bleh. Het was vies, hè? Dat was echt heel vies. Ik heb gewoon kippenvel van al die... Mijn reactie was echt serieus best wel heftig. Ja, serieus. Dat is echt waar. Wow! Oh, waarom reageer ik zo heftig? Mijn hele lichaam gewoon. Fuck. Liefje, ben jij er klaar voor? Ja. En wat ga jij filmen met Quinn? Dat zeg ik niet. Zeg je dat niet? Oh, mensen moeten gewoon kijken. Ja. Dus abonneer op Kai. Zo was het gezellig vandaag. Ja. Met Quinty. Ja, zo. Was super gezellig en nu gaan we slapen. Morgen gaat Kai weer naar zijn werk. En deze week is voorbij. Ik ga morgen weer beginnen aan een nieuwe week. Ik ga afsluiten. Doe een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.